Opdracht 12. De functie f wordt gegeven door fx is ln wortel x. Deze functie heeft een inverse functie f-inf. Er geldt f-inf x, dus inverse van f, is e tot de macht 2x. Bewijs dat inderdaad geldt dat inverse van fx is e tot de macht 2x. Bij inverse functies, wat doe je dan? Je gaat de x en y met elkaar omwisselen, want je spiegelt namelijk de functie of de grafiek in de lijn y is x. Vervolgens ga je y uitdrukken in x. Dus, opdracht 12. Voor fx geldt y is ln wortel x. Ja, dat staat er. En ik ga hem een klein beetje herschrijven. Namelijk, wortel x is hetzelfde als x tot de macht een half. En dat is hetzelfde als een half keer ln x. Als je een exponent hebt, dan mag je dat zo voor de ln zetten. Dus dat geldt voor fx. En voor de inverse van fx geldt dat je de y en de x met elkaar gaat omwisselen. Dus dan krijg je x is een half keer ln y. X en y zijn omgewisseld en nu gaan we y uitdrukken in x. Gedeeld door een half, of keer 2, dus dan krijgen we 2x is ln y. En dan neem je de inverse van ln, en dat is e. Dus dan krijg je e tot de macht 2x. En dat was hem.